Dit filmpje introduceert het denken van de Duitse filosoof Karl Marx. En Marx, communisme ook. En het filmpje gaat eigenlijk om de vraag hoe de kapitalistische samenleving leidt tot vervreemding. En hoe die vervreemding door het communisme overwonnen kan worden. Veel termen, veel ingewikkelde dingen, maar die komen allemaal nog aan bod. Dus uiteindelijk zal het hopelijk enigszins begrijpelijk zijn. Goed, laten we eerst eens beginnen met het mensbeeld van Marx. Waar gaat Marx eigenlijk van uit? Nou, zoals de titel van deze dia al zegt, de mens is een arbeider. En waarom is dat zo? Nou, als we eens kijken naar Marx' opvatting over het specifieke verschil, dan zegt hij eigenlijk, wat kan een mens wel en wat kan een dier niet? Nou, de mens kan produceren, dus dingen maken, zonder aan een onmiddellijke behoefte te voldoen. Maar dieren doen dat niet. Bijvoorbeeld de mens kan kunst scheppen. Kunst lijkt niet direct aan een bepaalde behoefte te voldoen. Het is gewoon iets wat geschapen wordt, wat gemaakt wordt. En dieren zouden dat nooit doen. Ja, voor zover dieren iets produceren, dan gaat het erom om de honger te stillen, efficiënter de vijand te kunnen verslaan, etc. En voor Marx is dit blijkbaar een fundamenteel verschil. Want Marx zegt dat vrije productieve activiteit de kern is van een geslaagd menselijk leven. Vrij is hier het belangrijke woord, omdat juist de vrijheid, de mogelijkheid om te produceren zonder aan een onmiddellijke behoefte te voldoen, de mens onderscheidt van de dieren. Nou, een mens die geen vrije arbeid verricht, is daarmee dus eigenlijk zichzelf niet. Hij doet niet wat bij hem past, als mens. En deze manier van denken over de mens, die staat centraal in de manier waarop Marx zijn theorie verder ontwikkelt. Dan moet je je voorstellen natuurlijk dat Marx leeft en werkt in de nadagen van de industriële revolutie. En in de nadagen van de industriële revolutie zag Londen er bijvoorbeeld zo uit zoals op het plaatje wat je ziet in je beeld. Veel arbeiders die naar de stad waren getrokken om daar in fabrieken te werken, op elkaar gepakt in kleine huisjes en in slechte omstandigheden. En het is goed om dat besef te hebben, dat dit de achtergrond is eigenlijk van het denken van Marx. En deze maatschappij, dat is wat we zouden kunnen noemen een kapitalistische maatschappij. Dus laten we eerst eens uitleggen wat dat dan precies inhoudt. En om dat uit te leggen moeten we eerst de term productiemiddelen introduceren. En productiemiddelen is eigenlijk heel simpel. Dat zijn namelijk de middelen om iets te produceren. Arbeid kan dat zijn. Machines kunnen dat zijn. Land kan dat zijn. Hè? Dat zijn allemaal voorbeelden van productiemiddelen. Het kapitalisme, dat is een economie of een economisch systeem waarin die productiemiddelen voornamelijk privaat bezit zijn. Waarbij privaat bezit staat tegenover bezit van de staat. En waarin die worden benut om winst te maken. Waarbij benut worden om winst te maken staat tegenover bijvoorbeeld benut worden om iets voor de maatschappij terug te doen. Of omdat dat leuk is. En de economie waarin Marx zich bevindt is nadrukkelijk een kapitalistische economie. En mogen duidelijk zijn dat ons huidige economische systeem ook kapitalistisch is. En Marx zegt binnen zo'n kapitalistische economie, en dat is ook zeker waar voor de kapitalistische economie ten tijde van Marx, kun je eigenlijk twee verschillende klassen onderscheiden. Twee verschillende groepen van mensen. Namelijk de zogenaamde kapitalisten, door velen ook wel de bourgeoisie genoemd, en het zogenaamde proletariaat. Die kapitalisten, dat zijn de eigenaren van de productiemiddelen, behalve het productiemiddel arbeid. En het proletariaat, dat zijn de eigenaren van de arbeid. En je kunt je wel voorstellen dat die klasse van de kapitalisten veel minder mensen bevat dan de klasse van het proletariaat. Want die kapitalisten, dat zijn eigenlijk de rijke fabriekseigenaren die in het bezit waren van de fabriekshallen, van de weefgetouwen, etc. En daarvan waren er natuurlijk niet zoveel. Veel meer mensen waren er die die weefgetouwen moesten bedienen. Of die op allerlei andere manieren in de fabrieken gingen werken. Dus je hebt een kleine klas van de kapitalisten
En je hebt een veel grotere klasse van het proletariaat. Nou, we weten al een beetje iets over de omstandigheden van de arbeider onder het kapitalisme. Maar je zou kunnen zeggen, ja, dat is vooral iets historisch in de tijd van Marx. Maar volgens Marx is er iets aan het systeem van het kapitalisme dat ervoor gaat zorgen dat de arbeider binnen dat kapitalisme een bepaalde rol heeft. Het plaatje rechts laat het mooi zien. Hè? De arbeider die staat eigenlijk als het ware onderaan een soort voedselketen. En bovenaan de voedselketen staat de koning en wat andere mensen in mooie pakken en dergelijke. Wat gebeurt er in het kapitalisme? Nou, Marx zegt eigenlijk, er zit in het kapitalisme een bepaald mechanisme ingebakken. En dat is het volgende mechanisme. Er is concurrentie. Dat is onderdeel van het kapitalisme, waarin mensen steeds meer proberen winst te maken. Aangezien er concurrentie is, moeten de kapitalisten, dus de leden van de kapitalistische klasse, de arbeidsproductiviteit vergroten. Dat moeten is belangrijk, want Marx zegt namelijk, of ze het nou willen of niet, er is eigenlijk geen manier om daaraan te ontkomen als jij een kapitalist bent. Want als je niet meedoet aan dit spelletje, dan ga je failliet en dan nemen andere kapitalisten wel jouw marktaandeel over. De arbeidsproductiviteit is dus eigenlijk de mate waarin jij nut haalt uit de arbeid die door jouw arbeiders, de leden van het proletariat, wordt verricht. Er staat hier door middel van specialisatie. Dat betekent eigenlijk dus dat iedereen een heel eigen taakje krijgt. Bijvoorbeeld jouw taak is alleen nog maar om de spoel in het weefgetouw te stoppen. Je gaat niet meer alles doen van het schaap scheren tot het kleed weven. Nou, wat gebeurt er als je die arbeidsproductiviteit vergroot? Het doel daarvan, en dat doel zal ook wel worden bereikt volgens Marx, is dat er minder arbeidsplaatsen zijn. En je kunt je voorstellen dat als er minder arbeidsplaatsen zijn, dat er dan ook lagere lonen zijn. Want mensen moeten dan wel, arbeiders in dit geval, leden van het proletariaat, minder loon accepteren voor hun arbeid. Doen zij dat immers niet, dan zal er wel iemand anders zijn die dat lagere loon wel gaat accepteren, omdat hij simpelweg anders niks aan arbeid heeft, geen inkomen heeft en sterft, zoals die arme vrouw in het rode jurkje op het plaatje rechts onderin. Maar omdat die arbeidsproductiviteit vergroot wordt door middel van specialisatie, is er nog iets anders aan de hand volgens Marx. Want die specialisatie, en daar kun je je natuurlijk van alles bij voorstellen, leidt tot enorm monotoon werk. Want het enige wat je nog doet gedurende de dag is die spoel veranderen. Bovendien, en dit is nog een derde gevolg, leidt de vergrote concurrentie tussen de kapitalisten tot minder vrije beroepen. Of anders gezegd, het is onmogelijk voor de vrij gevestigde wever, die nog wel zijn eigen schapen schoor en dan daarna het weefgetouw ging maken, om te concurreren tegen die grote kapitalistische organisaties, die voor zulke lage prijzen hun producten in de markt kunnen zetten, omdat ze namelijk ook zulke lage kosten hebben, dat ze daar nooit tegen op kunnen concurreren. Dus in plaats van dat zij blijven bestaan als vrije beroepsbeoefenaren, gaan zij ook onderdeel uitmaken van het proletariaat, komen er nog meer arbeiders op de arbeidsmarkt en worden de lonen nog lager. Dit proces zit volgens Marx ingebakken in het kapitalisme zelf en is dus onvermijdelijk binnen elke kapitalistische samenleving. En het punt nu is dat je je al kunt voorstellen dat dit problemen oplevert. En die problemen die vallen, die plaatst Kant onder de noemer vervreemding. Want je kunt meteen al zien dat de proletariër geen vrije arbeider is. Want de proletariër moet namelijk werken en moet alleen maar werken om zichzelf te onderhouden, in stand te houden en om zich eventueel voor te kunnen planten. Terwijl Marx beweert dat dat eigenlijk niet is wat hij is. Want eigenlijk is hij iemand die leeft om vrij te produceren. Dus voor de proletariër geldt dat zijn wezen, wat hij ten diepste is, vreemd voor hem is. Hij kent het niet.
Hij weet het niet eens. Want doordat hij in zo'n kapitalistische samenleving leeft, heeft hij het idee dat de toestand waarin hij verkeert de natuurlijke of juiste toestand is. Die situatie waarin de mens niet weet wat zijn wezen is, dat is een situatie van vervreemding. En die vervreemding neemt volgens Marx binnen een kapitalistische samenleving een heel aantal verschillende vormen aan. Want allereerst is de mens vervreemd van het resultaat van zijn arbeid. Immers, degene die alleen maar de spoel in het weefgetouw plaatst, die merkt eigenlijk nooit wat er uiteindelijk uitkomt. Dus niet alleen pleegt hij geen vrije productie meer, maar hij is eigenlijk ook iemand die überhaupt niet meer iets produceert, alleen nog maar iemand die een bijdrage levert aan de uiteindelijke totstandkoming van een of ander product. Een stukje stof bijvoorbeeld. De arbeider is ook vervreemd van de betekenis van de arbeid. En dat heeft te maken dus inderdaad met dat idee, of met die monotonie die in elke kapitalistische samenleving opgedrongen zal worden aan de arbeider. Want het is betekenisloos. Hij is alleen maar een radertje in een groter geheel door die spoel in het weefgetouw te douwen. Hij is ook vervreemd van zijn behoefte tot arbeid. Want hij produceert dus niet meer omdat hij zelf een bepaalde behoefte tot productie ervaart. Want hij heeft helemaal niet de behoefte aan die kleden. Maar hij krijgt daar dan wel geld natuurlijk voor. Maar hij verliest dus eigenlijk de relatie tussen iets willen hebben en de arbeid verrichten om datgene daadwerkelijk tot stand te brengen. En tenslotte, en dit is misschien wel eigenlijk het belangrijkste effect, zou je haast kunnen zeggen, althans als het gaat om de samenleving als geheel, is dat je het zicht kwijtraakt op het nut van arbeid voor anderen. Dus de situatie waarbij jij dingen produceert, zodat anderen daar genoegen aan kunnen beleven. En daarmee zou je kunnen zeggen, vervreem je je ook eigenlijk van anderen als zodanig. Dus de kapitalistische samenleving is een samenleving die op allerlei manieren leidt tot vervreemding van de mens van allerlei verschillende zaken. Nou, dat thema van de vervreemding, dat heeft Marx niet zelf weer van een vreemde. Dat heeft hij namelijk van de filosoof Ludwig Feuerbach. Feuerbach, daarvoor speelt economie niet zo'n belangrijke rol. En het is ook waarschijnlijk Marx' innovatie geweest dat hij heeft nagedacht over de manier waarop het economische systeem waarbinnen wij leven ons behoefte vormgeeft. Feuerbach die is veel geïnteresseerder in religie eigenlijk. En hij zegt, niet God heeft de mens geschapen, zoals natuurlijk binnen het christendom over het algemeen aan wordt genomen, maar de mens heeft God geschapen. God is een product van de menselijke verbeeldingskracht, de menselijke fantasie. Maar hij heeft God niet zomaar geschapen, maar hij heeft ook een bepaald soort God gemaakt. Namelijk, wat er eigenlijk gebeurt is, de mens zegt eigenlijk, God heeft allerlei perfecte eigenschappen, maar hij ontkent eigenlijk die eigenschappen in zichzelf. God is geweldig, hij is aardig, hij is alwetend, hij is alziend, hij is vredelievend, hij is barmhartig. En eigenlijk zegt de mens daarmee, en God is zo perfect dat ik dat allemaal niet ben. Maar, zegt Feuerbach, dat is onjuist. De mens heeft deze eigenschappen wel. En door die eigenschappen alleen maar aan God toe te kennen, en ze eigenlijk als gevolg daarvan in zichzelf te ontkennen, raakt de mens ook vervreemd van zichzelf. En Marx, daarvan zou je kunnen zeggen, die neemt eigenlijk die analyse van Feuerbach over, past hem toe op arbeid. Maar hij is het ook eens met Feuerbachs opvattingen over de rol van religie. Religie is namelijk de opium van het volk, volgens Marx. Het is iets wat van het volk is, dus het volk heeft het zelf gemaakt. Opium is een druk, is een roesmiddel. En religie werkt eigenlijk als een opium, omdat het je dus aan de werkelijkheid laat ontsnappen. En blijkbaar heeft het volk die religie zelf geschapen, daarom is het ook van het volk, om aan die werkelijkheid te ontsnappen. Maar dat is gevaarlijk, zegt Marx, want daardoor
is het weer zo dat je niet goed ziet wat nou eigenlijk de toestand is waarin je verkeert. Nou, dit ging over de effecten van het kapitalisme. Maar Marx wil uiteindelijk dat het kapitalisme omvergeworpen wordt. En het interessante is dat Marx zegt dat hij daarvoor eigenlijk in een zekere zin niet zoveel heeft te doen, hoeft te doen. Want het is een noodzakelijk gevolg van het kapitalisme dat het ooit een keertje op gaat houden. En om dat te begrijpen moeten we naar het volgende kijken. We weten al wat die productiemiddelen zijn. En Marx zegt naast productiemiddelen zijn er ook nog productieverhoudingen. En productieverhoudingen zijn de relaties tussen mensen en tussen mensen en bepaalde productiemiddelen. Dus je kunt iets huren, je kunt iemand inhuren, je kunt iets bezitten. Al dat soort zaken zijn productieverhoudingen. En volgens Marx bepalen de productiemiddelen de productieverhoudingen. Dat klinkt misschien een beetje raar, maar het is niet zo heel erg vreemd. Hoewel het waarschijnlijk niet helemaal klopt, zit er wel iets in. Want, zegt Marx, neem bijvoorbeeld horigen, hè, mensen die werken voor en eigenlijk in de zekere zin het eigendom zijn van grootgrondeigenaren of van de adel in de middeleeuwen. Dat past bij een agrarische samenleving. Maar het proletariaat past volgens Marx bij een kapitalistische samenleving. Het proletariaat is eigenlijk het gevolg van het feit dat binnen een kapitalistische samenleving dat soort specialisatie bijvoorbeeld waar hij het over had, überhaupt een mogelijkheid is. En daardoor ontstaat daar uiteindelijk zo'n onderklasse die het proletariaat is. Dus in die zin zou je kunnen zeggen, bepalen de productiemiddelen de productieverhoudingen. En de productieverhoudingen die bepalen eigenlijk weer de rest van de maatschappij. Zoals de wetten, de cultuur, etc. Dat is wat Marx de superstructuur noemt. Dus je ziet telkens terugkomen dat voor Marx de mens als arbeidend wezen centraal staat, maar ook de economie waarin die mens als arbeidend wezen, waar die mens als arbeidend wezen een onderdeel van uitmaakt. En dat is zelfs zo belangrijk dat de productiemiddelen de productieverhoudingen bepalen en de productieverhoudingen weer de rest van de maatschappij bepalen. En dat wetten en cultuur, et cetera, alleen maar het gevolg zijn van hoe het zit in de economie. En nu is het interessante dat Marx zegt, er is een ontwikkeling in die productiemiddelen binnen een kapitalistische samenleving. Namelijk zodanig dat de kapitalisten het proletariaat steeds minder kunnen betalen. Laat dit duidelijk zijn, hè? Marx vindt wel iets van wat kapitalisten doen, maar hij neemt het ze tegelijkertijd niet op individueel niveau kwalijk, want ook zij kunnen daar niet zoveel aan doen. Dat zij door de concurrentie en doordat het onmogelijk blijkt te zijn om de concurrentie zomaar te stoppen, het proletariaat steeds minder moeten betalen. Maar het is wel een feit dat ze zich steeds minder kunnen betalen. Want er is steeds meer aanbod op een gegeven moment. Het kapitaal concentreert zich steeds meer. Dus ze kunnen het proletariaat steeds minder betalen. En wat gebeurt er dan als ze het proletariaat steeds minder kunnen betalen? Dan kunnen de productieverhoudingen die er dan zijn niet in stand gehouden worden. En dan krijg je een klassenstrijd. Een strijd dus tussen de bourgeoisie, de kapitalisten aan de ene kant en het proletariaat aan de andere kant. En die strijd is eigenlijk heel simpel. Die wordt gevoed door honger. Want als de kapitalisten zo weinig betalen aan het proletariaat dat zij niet meer in leven kunnen blijven, dan is het voor hen een interessantere optie om daar maar ten strijde te trekken dan om de volgende dag weer naar de fabriek te gaan om daar vervolgens zo weinig te verdienen dat je over 7 dagen niet meer naar de fabriek kunt gaan omdat je tussen 6 plankjes in de grond ligt. En wat er nou gebeurt dan, hè, zegt Marx, is dat er een arbeidersrevolutie komt. Hè, dus de arbeiders komen in opstand. En vandaar ook de tekst Arbeiders aller landen verenigt u. Een tekst van Marx die bovenaan deze dia staat. Maar we gaan door die arbeidersrevolutie niet terug eigenlijk naar de tijd voor het kapitalisme. Maar wat we wel gaan doen is we gaan die nieuwe productiemiddelen die onder het kapitalisme zijn ontwikkeld. En die fabrieken, machines, et cetera. Die gaan we nu gemeenschappelijk gebruiken. En omdat we gemeenschappelijk ze gaan gebruiken, is er ook een einde aan de vervreemding. En hoe dat einde eruit ziet, daar komen we dan nu op. Want uiteindelijk zou er dan een communistische samenleving moeten ontstaan.
En je kunt het communisme op heel verschillende manieren definiëren. Deze definitie komt bijna rechtstreeks van Wikipedia af. Maar dat laat zien dat die definities van Wikipedia soms helemaal nog niet zo slecht hoeven te zijn. Want het communisme, zou je kunnen zeggen, dat is een ideologie die gericht is op een klasseloze, staatloze en socialistische samenleving met gemeenschappelijk eigendom van de productiemiddelen, waarbij iedereen produceert naar vermogen en neemt naar behoefte. En als het goed is, zie je er heel veel in terug van wat Marx eigenlijk graag wil. Hij wil een klasseloze samenleving, dus hij wil niet meer de overheersing van het proletariaat door de kapitalisten. Hij wil een staatloze samenleving, omdat de staat alleen maar een andere vorm van overheersing is. Hij wil een socialistische samenleving. En daarmee bedoelt hij dan eigenlijk een samenleving waarin de gemeenschap centraal staat. We zullen zo meteen een andere definitie zien, maar dat is wat we hier eigenlijk moeten zien. Want er moet namelijk gemeenschappelijk eigendom zijn van de productiemiddelen. Dus iedereen moet in het bezit zijn van de productiemiddelen. En als iedereen in het bezit is van de productiemiddelen, dan produceert iedereen naar vermogen en neemt naar behoefte. En het interessante wat voor Marx is eigenlijk, dat de kapitalistische samenleving een samenleving is die heel veel potentieel heeft. Want door de industrialisatie kunnen we in één keer eigenlijk met veel minder arbeid, veel meer bewerkstelligen. Vroeger moest je als boer wel produceren, kon je nooit vrij produceren, omdat je al blij was als je überhaupt genoeg te eten had. Maar de industriële revolutie heeft eigenlijk heel veel mogelijkheden met zich meegebracht om eindelijk te komen tot het wezen van de mens. Namelijk iemand die vrij produceert. En nu in het communisme gaan we dat ook echt doen, want iedereen produceert met de gemeenschappelijke productiemiddelen naar vermogen en neemt naar behoefte. Nou is het zo dat Marx zegt dat door de vervreemding de mens veranderd is. En daarom is er nog een socialistische tussenfase tussen het kapitalisme en het communisme nodig. Want wij moeten ons eerst minder vervreemden van elkaar. Eerst minder gedreven worden door afgunst, haat, nijd, etc. De afgunst, haat, nijd, etc. die namelijk ontstaan zijn onder het kapitalisme, om daarna het communisme tot werkelijkheid te kunnen maken. Maar uiteindelijk is het communisme dus het ideaal. En sterker nog, zegt Marx, dat is een ideaal dat niet alleen bereikt zou moeten worden, maar ook feitelijk bereikt zal worden, omdat het nu eenmaal zo is dat uiteindelijk dat niet anders kan. De productiemiddelen bepalen de productieverhoudingen en aangezien de productieverhoudingen op een punt van knapper staan, want Marx voorspelde al dat het in zijn tijd zou gebeuren, gaat dit communisme er komen.